In deze video zie je beelden gemaakt in het Staaldijnse bos. Afgelopen vrijdag ben ik samen met Esmeralda naar het bos gegaan om mooie portretfoto's te maken. Zij van mij en ik van haar. Later zie je de resultaten terug in de video. Ook zie je een paar hele mooie droneshots gemaakt op de markt in Gouda. Het is vandaag vrijdag en ik sta momenteel in het Staaldijnse bos. Al eerder heb ik jullie de interessante geschiedenis van deze locatie verteld. En vandaag fotograferen we de bomen die mooi in het zonnetje staan. En natuurlijk gaan we ook wat mooie dronefoto's maken, want hier mag je vliegen. Hier op de achtergrond is een heel mooi contrast te zien tussen licht en schaduw. In combinatie met wat mooie sneeuwklokjes. De takken daaromheen zijn als een soort geweven touwen achter elkaar geknoopt. Ik maak zo meteen meerdere foto's. Eén vanaf afstand voor een gehele overzicht. En daarna een foto met de zoomlens, om zoveel mogelijk bokeh in mijn foto te hebben. En zeker met die glinstering van de zon geeft dat een heel mooi effect. Ik ben tevreden over de foto's die ik zo net gemaakt heb. Met name die foto van die bloemetjes met het tegenlicht. Natuurlijk gaan we vandaag nog meer foto's maken en daarom ben ik nu op een plek waar het geheel kaal is en toch kun je ook daar hele leuke foto's mee maken. Kijk bijvoorbeeld aan de zijkant van de bomen of de kleine blaadjes die er nog aan zitten. Het zijn allemaal kleine details die je prima kunt vastleggen, zelfs in de wintertijd. En als je denkt dat de geschiedenis je niet kan achtervolgen, dan heb je gezien dat het wel kan. Nou ja, in ieder geval Esmeralda was, daar krijg je zo meteen foto's van te zien. Ik ga daar mooie portretfoto's van maken hier in het bos. En zij heeft ook mijn foto's voor mijn foto's gemaakt. Misschien krijg ik die nog later te zien in de video. In elk geval heel veel kijkplezier bij de portretfoto's. Met een heerlijke boomknuffel. En dat doe ik natuurlijk om te experimenteren van de verhalen die rondgaan dat je rustiger wordt van het knuffelen van bomen. Dat je energie kan voelen die ze hebben opgebouwd. Dus ik sta dit nu te doen zodat je zelf niet voor bomen hoeft te staan. Ik wens jullie verder een heel fijn weekend en hopelijk tot aanstaande woensdag. En dan zeg ik, zoals altijd, see you later.